Hoi, ik ben Martijn en neem jullie mee met het broedseizoen van de scholexter op Schiermonnikoog. U krijgt het hele verhaal mee, van het opbouwen van de hutten om te observeren tot het ringen van de kuikens. Althans, als er kuikens overleven in een periode vol gevaar. Meeuwen, kraaien en andere roofdieren liggen op de loer en hebben het nog niet over mogelijke overstromingen. Kijk en leef mee met de scholexters. Het gaat natuurlijk niet altijd goed met de scholexters. Zoals al eerder gezegd, zijn de nesten en kuikens aan allerlei gevaar onderhevig. Predatie en overstroming spelen een grote rol als het nest eieren bevat. Hier zie je een nest dat is opgegeten door waarschijnlijk een bruine kiekendief. De schaal van het ei ligt dichtbij het nest. En helaas, het nest is leeg. Alle eieren zijn in dit geval opgegeten. De vlag zetten we in de kom, zodat we deze later nog precies kunnen inmeten. De nestlocatie heeft allemaal zo zijn voor- en nadelen. Zit je verder van de wadrand, heb je minder kans op overstroming, maar moet je verder vliegen voor eten. Zit je dichter bij de waterkant, dan heb je snel eten voor jezelf en mogelijke kuikens, maar is de kans op overstroming groter. Om een goed beeld te krijgen van het risico op overstroming, meten wij de nesten in met een DGPS. Dit is een uitgebreide GPS die op de centimeter nauwkeurig is en, voor ons het belangrijkste, de hoogte op de centimeter nauwkeurig kan inmeten. Alle nesten worden zo ingemeten waardoor wij een perfect beeld krijgen van de nestligging en de hoogte en daarmee een deel van de overleving. Om een schatting te maken voor de voedselbeschikbaarheid voor de scholexters en hun kuikens, samplen we 13 vaste punten elk jaar rond dezelfde tijd. We nemen bij elk van de 13 punten 4 bodemmonsters. Dit wordt gedaan met een steekbuis van 15 cm doorsnede. We steken hem in het wat totdat je een harde onderlaag voelt. Dieper dan dit kan de scholexter niet bij. Vervolgens zeven we het sample en nemen we het bruikbare voedsel mee naar het lab waar de dieren worden opgemeten. In dit geval is dat een wadbier. Maar je kan ook nog zeeduizendpoten, mossels, kokkels, monnetjes, slijkgapers en strandgapers tegenkomen die voor de scholexter op het menu staan. Verder doen we ook nog een telling aan de wadpierhoopjes. Op 4 random gekozen plekken rondom elk meetpunt tellen we het aantal hoopjes onder een vast aantal vierkante centimeters. In dit geval gemeten met de zeef. Op het veldlab worden er verschillende metingen gedaan aan het eten van de scholexter. Aan het eind van de meting gaat het hele buffet weer terug naar de Waddenzee. De overlevenden kunnen zich eventueel nog weer ingraven of worden alsnog een maaltijd voor scholexters en het dodenspeel kan dienen als eten voor krabben of andere aaseters. Door deze metingen zijn we weer wat wijzer geworden over de overlevingskansen van zowel de eieren en van de kuikens. Nu maar hopen dat alles gunstig genoeg is, zodat we veel kuikens zien rondlopen.